Bismillah. Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Sayyidana wa habibana Muhammad. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'd. Beste broeders en zusters. Welkom terug op de Profeten Stories. We waren gebleven bij toen Adam alayhi salam en zijn wederhelft Hawa neer zijn gedaald naar de aarde en dat ze berouw hebben getoond voor de fout die ze hebben gepleegd en dat Allah subhanahu wa ta'ala hun berouw heeft geaccepteerd nadat zij zichzelf onrecht hebben aangedaan. Over de neerdaling van Adam en Hawa, dus over de locatie waar zij zijn neergedaald, is geen authentiek verklaarde hadith te vinden. Dus geen sahih hadith. Er zijn wel zwakke hadith die dit verklaren. Maar wij moeten niet leunen of wij moeten ons kennis niet uit zwakke hadith halen. Ja, niet daar zit twijfel achter. En dus geen zekerheid. De zwakke hadith moeten wij het liefst geen lering uithalen. Authentiek hadith, authentiek verklaarde hadith, dat zijn onze, dat is onze stof, onze les, onze stof. Bijvoorbeeld, een van de zwak verklaarde hadith over de neerdaling van Adam en Hawa, zei Ibn Abi Hatim het volgende. Ik zeg het eerst in het Arabisch en dan in het Nederlands, de vertaling daarvan. وقال ابن أبي حاتم أهبط آدم بالصفاء وحواء بالمروى ويروى أن آدم عليه السلام نزل في أرض الهند في مكان يسمى سرنديب على أشهر الأقوال ونزلت حواء عليه السلام في أرض أخرى قيل أنها جدة فجاء سيدنا آدم في طلبها حتى أتى جمعا فازدلفت إليه حواء فلذلك سميت المزدلفة وهي بين مكة وعرفة وقيل أنهما تعارفا في عرفات لذلك سميت عرفات. Oftewel, in het Nederlands, de zoon van Abu Hatim zei: Adam landde in Safa en Eva in Al-Marwa. En hij vertelt in een andere hadith dat Adam alayhi salam in India is geland op een plaats genaamd Sarandib. Hawa landde in een ander land waarvan gezegd werd dat het Jeddah was. Jeddah is in Saudi-Arabië vandaag de dag. Jeddah dus. Dus onze heer Adam alayhi salam kwam op haar verzoek totdat hij bij elkaar kwam en Eva naar hem toe kwam. Dus het werd de slee tussen Mekka en Arafat genoemd. En er werd gezegd dat ze Arafat hadden ontmoet, dat ze elkaar in Arafat hadden ontmoet. Dus daarom heette het Arafat. Dat is een beetje de vertaling van deze hadith, van deze zwak verklaarde hadith. Dus wat leren wij hiervan? Is dat, alhoewel dit een zwakke hadith is en dus niet met zekerheid kunnen zeggen dat dit klopt, weten we wel één ding zeker en dat is dat Adam en Hawa elkaar tegen zijn gekomen op aarde. Ze waren beide in de hemel, ze zijn eruit, ze komen op aarde, ze zijn neergedaald, van elkaar vanaf, ja, niet op dezelfde plek, maar ze zijn elkaar op gaan zoeken. En wat dus zeker is, is dat ze elkaar zijn tegengekomen. Anders zouden wij, Benu Adam, de kinderen van Adam, niet bestaan. Dus dat is de zekerheid die wij hebben, zeg maar. Of Adam dus in India is geland. In die tijd heette het nog geen India, natuurlijk. Maar dus in die zwak verklaarde hadith is de naam Sarandib genoemd. Sarandib. Dat is de naam die wordt genoemd in de zwak verklaarde hadith. Dus geen Hassan.
صحيح حديث زغمة. Maar wat we dus wel weten, is dat ze elkaar zijn tegengekomen. Dat is dus één ding wat zeker is. Nu komen we eventjes ondertussen bij de naam Arafa terecht. Wat is Arafa? Arafa is een berg die jaarlijks door miljoenen moslims wordt bezocht. Vooral op de Hajj, de bedevaart. En de berg, die berg, is verplicht om tijdens de bedevaart, de Hajj, te bezoeken. Ook wel de berg van de genade genoemd. Jabal al-Rahma. De naam van die berg, er wordt over gezegd dat het zo heet omdat Adam en Hawa elkaar daar zijn tegengekomen op aarde voor de allereerste keer. Weet je, dus laten we zeggen dat Adam inderdaad in Sarandib is geland. En we weten nog dat het India was. En Adam is helemaal vanuit India gaan lopen met de leiding die Allah subhanahu wa ta'ala hem heeft gegeven richting Mekka. En dat Adam dus uiteindelijk Hawa is tegengekomen, want Adam was op zoek naar Hawa en andersom. Dus laten we in ons achterhoofd onthouden dat Adam is gaan zoeken naar Hawa en dat ze elkaar zijn tegengekomen bij Arafa. En daarom wordt gezegd dat die berg zo heet, omdat Ta'arafu, bij elkaar komen, elkaar tegenkomen. Betekent dat, Ta'arafu. En daar stamt de naam Arafa van af. Er wordt dus gezegd dat de benaming daarvan afstamt, om die reden. We gaan even terug naar voordat Adam en Hawa elkaar zijn tegengekomen. Dus, wat we weten is dat er op de hele wereld niemand aanwezig is, behalve twee mensen. Qua mensheid. Twee mensen maar, en dat zijn Adam alayhi salam en zijn wederhelft, onze moeder Hawa. Adam, die weet nog dat ook Hawa is neergedaald. En Hawa weet dat ook over Adam. En omdat hij en zij dus niet bij elkaar zijn, begint de eenzaamheid hun te forceren om naar elkaar te zoeken. Ze waren bij elkaar. En weet je nog? Liteskuna ilayya. Zodat jij jouw rust en kalmte en liefde in mij kunt vinden. En als ze dus niet bij elkaar zijn, hebben ze geen rust, geen kalmte en geen liefde met elkaar. Dus, wat gebeurt er? Qua logica? De eenzaamheid begint hun te forceren elkaar direct te gaan opzoeken. En nogmaals, we weten niet of Adam nu in India is of in Mekka. Mekka. Als hij in Mekka was neergedaald bij de plek genaamd As-Safa en Hawa bij Al-Marwa, dan zijn ze eigenlijk niet zo heel ver van elkaar vandaan. Weet je, dat is heel vlakbij in vergelijking met als Adam in India was geland en Hawa dus in Al-Marwa. Dus als Adam in India was geland, dan duurde het veel langer om elkaar tegen te komen. Maar op basis van de genoemde hadith van Ibn Abi Hatim, wordt dus gezegd dat Adam a.s. in India was. Dus Adam begint eenzaamheid te voelen zonder zijn wederhelft en voor Hawa hetzelfde. Hawa eigenlijk qua natuurlijke mensheid gevoel, om het zo te zeggen, Hawa meer. Een vrouw zou zich eerder eenzaam voelen dan een man. Maar uiteraard, de man natuurlijk ook. En vooral in dit geval, dit was uniek, want dit zijn de eerste mensen. Dus Adam weet niet waar Hawa is, maar ze beginnen elkaar naar elkaar te zoeken natuurlijk. Adam als man zijnde, die fysiek dus meer aan kan dan Hawa, begint grote afstanden te lopen, zoekend naar Hawa.
Hawa loopt ook zoekend naar Adam, maar als vrouw zijnde bleef zij minder dan Adam lopen. Dus ze kwam bijvoorbeeld niet heel ver in vergelijking tot Adam. Adam die kon wat meer lopen, weet je. En we weten nog dat Adam, we weten niet exact de lengte van Hawa en de breedte, et cetera, maar wel dat van Adam. En dat hebben we weer gehaald uit een sahih verklaarde hadith. Dat Adam alayhi salam was ongeveer Situna dira'an, ongeveer 55 tot 60 meter lang. Dus de lengte was voor hem, de lengte om te lopen, de afstand was voor hem minder dan wij vandaag de dag moeten doen. Dus ze beginnen naar elkaar te zoeken. En zo bleef het een tijdje doorgaan, totdat Adam uiteindelijk bij Arafa Hawa zag. En de twee kwamen bij elkaar. Dit is de eerste keer dat zij elkaar op deze aardbol, ja niet dat ze elkaar zijn tegengekomen. De enige twee mensen hebben de eenzaamheid achtergelaten. Ze zijn weer bij elkaar. En uiteraard kun je dan logisch gaan denken van hoe kan het zo zijn dat ze exact wisten welke kant ze op moesten. Want laten we zeggen dat Adam alayhi salam inderdaad in Sarandib, oftewel India, is geland. Dan zou Adam, ik heb dat even opgezocht, dan zou Adam ongeveer 4400 kilometer moeten lopen. En ook al is het een man alayhi salam van 60 meter lang, dan zou het toch een ontzettend lange tijd zijn om dat lopend af te moeten, af te moeten lopen. Dus hoe kan het zo zijn, gaan wij automatisch denken, maar dat is uiteindelijk Allah subhanahu wa ta'ala die hun heeft geleid naar elkaar. Omdat Allah heeft hun wel natuurlijk een soort van een bestraffing, het is niet echt een bestraffing, maar het is al-qadr dat zij elkaar weer tegen gaan komen natuurlijk. Met zijn kennis. Subhanahu wa ta'ala. Dus het is de leiding van Allah die ervoor heeft gezorgd dat Adam en Hawa elkaar tegen zijn gekomen. Safi Adam en zijn vrouw Hawa leefden zo samen op aarde. Omdat Allah Adam met kennis heeft geschonken, wist Adam hoe hij moest overleven. Bijvoorbeeld leren vissen, een vuurtje maken tegen de kou, hoe met ijzer of metaal omgaan, want ijzer was in de aarde te vinden en te bewerken. Hoe van een boom hout maken, hoe je water moet zoeken. Kortom, het leven wat ze niet gewend waren, maar wat wel nodig was om te kunnen leven. Want in de hemel hoefde hij dit allemaal niet te doen. Ja, niet geen moeite. En na een tijdje heeft Allah hun geschonken met de allereerste zwangerschap. En we weten nog dat Adam alayhi salam vruchtbaar werd door een veegje over zijn rug van de handen van Allah azza wa jal. Met de handen van Allah. En de handen van Allah. Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Niets is aan hem gelijk en hij is de alhorende, de alziende. Wij weten niet hoe de handen van Allah eruit zien. Dat is nu, het is niet belangrijk om dat te weten. Maar wat we wel weten is dat Adam met de handen van Allah een veegje over zijn rug heeft gekregen. En dat hij na dat veegje dus vruchtbaar is geworden. Dus, na een tijdje heeft Allah hun geschonken met de allereerste zwangerschap. Dus Adam en Hawa leefden zo samen, totdat Hawa zwanger raakte. En nu komen wij bij het verhaal van de bekende kinderen van Adam, genaamd Qabil en Habil. Dat zijn de twee bekende kinderen van Adam alayhi salam.
met het meest bekende verhaal van hun kinderen. Wat wordt gezegd is dat Hawa 20 keer zwanger is geworden. 20 keer zwanger is geworden en iedere zwangerschap telt 2 kinderen. Waarvan telkens 1 jongen en 1 meisje. Dus als we dat optellen, komen we uit op 20 jongens en 20 meisjes. Het werd dus een grote familie / volk. Dus Hawa raakte zwanger van een jongen en een meisje tegelijk. En dit dan 20 keer. Dus Hawa is zwanger en in haar buik zit een jongen en een meisje. Totdat die geboren worden, dan raakt ze weer zwanger. Dan zit er weer een jongen en een meisje tegelijk. En dat, die zwangerschap, die keren 20 keren, ja nee. En de allereerste zwangerschap, oftewel het allereerste kind van Adam alayhis salam, is Qabil. Hij is dus een soort van een grote broer van de rest die daarna worden geboren. En het meisje dat samen met Qabil is geboren heet Qalima of Alima. Een van de twee. Dat is dus ook een zus of een zusje van Qabil. Dat moeten we even onthouden. Dat Alima of Qalima is een zusje van Qabil. Er wordt gezegd dat bij de laatste zwangerschap, dus de 20ste, de jongen Abdul Murid heette en het meisje Ummu Murid. Dus de jongen Abdul Murid en het meisje Ummu Murid. En in een van die 20 keren dat Hawa alayhi salam zwanger is geraakt, is een jongen geboren die heette Habil. Habil. Dus dat is de andere bekende zoon dat werd geboren na de geboorte van Qabil. Dus niet exact in volgorde, dus eerst Qabil en daarna Habil, maar in een van de 20ste keren. Waarom deze twee namen naar voren komen, komen we straks achter. Ze staan niet voor niets in de Koran. Oftewel, Allah heeft hun verhaal vermeld. Hierna, nadat alle 40 kinderen zijn geboren, werden weer andere kinderen geboren. Vanuit hun. Dus er waren steeds meer mensen op aarde. Het werd er steeds drukker. En degene die hun leerde over zowel het leven, hoe je moet leven, hoe je moet vissen, hoe je water moet zoeken, een vuurtje maken enzovoort. En waarom ze leven en waar ze heen gaan na hun dood en wie Allah is en wat de tawhid is, monotheïsme, dat ze alleen Allah moeten aanbidden en dat alleen Allah het recht heeft om aanbeden te worden en wat ze moeten doen om zondes te vermijden, etc., is niemand minder dan degene die persoonlijk en direct is geleerd door Allah. En wie is dat? Dat is hun vader en ons vader, Adam alayhi salam. Adam was hun meester. Adam was hun vader, hun voorbeeld, hun profeet en hun meester. En vanaf hun geboorte was Adam hun aan het leren, totdat zij een leeftijd van onafhankelijkheid bereiken en zelf kunnen overleven. Ze leefden een vreedzaam leven, gerust en zonder problemen. Maar hun vijand is hun niet vergeten en zal er alles aan doen om dit vreedzame en gelovige leven op zijn kop te zetten. Wie is dat? Iblis. Iblis is hun dus niet vergeten. Er zijn nu meerdere mensen op aarde aanwezig. En het werd er steeds voller op deze plek waar zij zich bevinden. Mekka. Mekka. Nu gaan we over naar het verhaal van Qabil en Habil.
Oftewel, het verhaal van de allereerste moord op aarde.